hebben wat skiën hè voor de zomer. Het seizoen begint daar nu weer. Je kan net maar een smarige boot omkomen. In het varen hier dan wordt er helemaal over de kap hebben. Alle hoekjes en gatjes, alles. Alles gaat van zijn plak en alles uit uitzacht. Alle dichtgegooid en de glazen weer afwasken en oppoetst. En ja, dat vinden wij dat maakt gewoon. Als je dan een keer weer bezig bent, dan denk je, oh ja, lekker. Nou, dat is even een paar dagen onpootje. Ja. Maar dan is het weer spik en span. Dan is hij spik en span en dan kan je er weer zien. Ja. Ben je blij dat het seizoen haast weer uiteind zet? Ja, eigenlijk wel. De winter is altijd lang. Het waar is altijd zo min. En vooral de oorhoende winter. Maar wij had hij dan prachtige winter? Vieze sneeuwbol en oh nee. Maar nee, we zijn blij dat we straks vervaren kunnen. Dan ben je weer bezig. Als je dan weer bezig bent, dan denk ik, oh ja, de bieren worden weer gesneden, weer trossen los en dan gaan we weer. Ik denk dat wij 99,99% wij gewoon hele gezellige mensen worden. En dan, ja, dan geniet je van je werk. Ja, ik vind het prachtig werk. Ik al varen we 100 keer hetzelfde stukje, het bloot mooi. Het is altijd weer oors. Ik zei, ik wil zien die mensen, zei, dat zwemt nog een eind. Mooi neer op de andere kant. Dat is allemaal iets, hè. Dat doe je thuis ook wel eens? Nee. Maar dat is goed. Nee, dat. Nee. Nou, misschien vroeger was het door de bijl iets meer. Nee, nou niet meer. Nee, nou niet meer. Nee. We hebben voor jou de tweede hoorn daar bij me gekocht. En jij nog steeds goed. Ja. Volgens mij moet hij wat meer daar. Ja. Nou, ik wens je een hele mooie zomerta. Dank je wel. Ja, dank je wel. Ik jou weer. Speel je hier een oud Friese sport, dat is het kolven. En die Friese sport is 100 jaar geleden oerwaaid naar Noord-Holland. En wij proberen dat nou weer rond te brengen in Friesland. Dus nu moeten jullie Friesland veroveren? Wij zijn Friesland aan het veroveren. We hebben momenteel in Friesland al 3 banen liggen. In Exmora, in Burdaard en hier. En we zijn aan het proberen om daar aandacht voor het kolven te krijgen. En dat lukt op de ene plek wat beter dan op de andere plek, maar we hebben goede hoop. Dat is wel wat een ongelukkige naam, hè? Kolven. Kolven is een hele oude naam natuurlijk. Ik weet ook niet wat er eerder was, het kolven of het kolven. Ik weet wel dat we nog niet zo heel lang geleden in Noord-Holland, waar het kolven vrij bekend is, in de gemeentelijke gidsen zijn opgenomen onder de afdeling zwangerschap en kraamzorg als kolvenvereniging. Ja, dat is ongelogen. En dan haal je de volpagina van de Telegraaf, dat dan wel, ja. Maar wat heeft hij een mooie glimmende bal? Glimmend. Ja, maar ik heb hem even opgepoetst voordat hij moet slaan. Want als er wat korreltjes aan zitten, gaat hij zo een andere kant op. Hij moet goed glad zijn. Dan doe je hem de richting uit die je wil, zit er wat korreltjes op, patst hij zo naar de andere kant en dan ben je weg. Maar nu raak ik hem niet meer aan, want dan wordt hij te warm, dan gaat hij nog sneller over die baan. Hoe warmer de baan, hoe sneller je bal loopt. Dat is het punt. Ja, je moet er toch een beetje, ja. Je denkt, oh, wat is dit, maar nee. Het is toch nog wel, als je het goed wil doen. Ja. Nou ja, laatst in de Wieringerwaard heb ik dan een gouden tientje gewonnen, dus dat was dan een hele goeie. Doe maar! Ja. Dus dat was wel heel leuk, ja. Oh.
alles zit een beetje mee vandaag. Oké. Geweldige entourage hier. Geweldig, ja, prima. Eten en drinken is goed. We hebben gezellig met elkaar. Dat kan niet beter. Dus het klimaat om top te presteren, dat is het? Ja, dat is het, hè. En concentreren moet je ook, hè. Je moet je wel concentreren. Het is niet de bedoeling dat ik nou met de medespelers ga praten. Nee. Want dan raak ik eruit. Of met ons? Dat gaat nog. Okay. Prima. Ik ga weer verder, hè. Ja, ja. Hoe kan het nou dat het in Friesland niemand dit speelt? Mensen hebben het de hele tijd als een oudbollige sport gezien. En dat imago gaat nou een beetje weg. Je hebt natuurlijk de snelle maatschappij gehad van tennis en dit en dat. En nu dit kan je tot hoge leeftijd doen. Want zoals er loopt ook een mevrouw van 81 in de baan. Je bent bezig, sociale contacten. En nu is dat oudbollige er een beetje af. Want zoals in Berkhout is nu ook in ene 18 dames in ene lid geworden. En als groep, nou die vinden het nou in ene toch, ja, toch wel moeilijk en toch niet oudbollig. Dus dat is het. Dus nou gaan we het hier promoten. Dus het kalven wat weer hip.